Standvast Wonen is een woningcorporatie met ruim 9000 woningen in Nijmegen, in Beuningen en Druten, Nijmegen en omgeving. En wij zijn een moderne volkshuisvester en wij verhuren woningen aan mensen en we willen graag dat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Hier in Naad Zij hebben we ongeveer 220 portiekflats. En deze portiekflats die hebben een lage huurprijs, €350 per maand ongeveer. De woningen uit de Vlindertjesbuurt en de Hofjesbuurt die stammen uit de jaren 50, dus ze zijn al meer dan 60 jaar oud. En ook huizen verouderen, ze zijn dus niet meer van deze tijd. Toch wilden we dat de mensen bleven wonen. En ook wilden we dat de huurprijs niet ging stijgen, dat deze woning betaalbaar bleef. En dat is niet eenvoudig. De provincie heeft 70 miljoen bijgedragen in dit programma. De corporaties hebben ook heel veel geld bijgedragen. En daarvoor zijn 11.000 woningen verbeterd. En daarmee zijn 150 leerlingplaatsen gerealiseerd. De provincie wilde in dit programma graag bereiken dat energiemaatregelen werden genomen. Dat de woningen verduurzaamd werden. En dat dat in bestaande bouw gebeurt. Ik vind het heel mooi wat Standvast heeft gedaan, want die hebben de bewoners vanaf het begin heel nadrukkelijk betrokken, zelfs bij de keuze van het consortium. Dat is wel heel bijzonder. En daarmee denk ik dat de bewoners het terechte gevoel hebben gekregen dat ze centraal staan in dit hele proces. Het is een bijzonder project omdat het portiekwoningen zijn uit de jaren 50, wederopbouwarchitectuur. En die zijn over het algemeen heel moeilijk goed te verbeteren. Ja, bijzonder is dat Standvast heeft gezegd, we hebben een bepaald budget en ze hebben de aannemer gevraagd om daarmee een zo goed mogelijk plan te komen van bied ons zoveel mogelijk voor dit vaste bedrag. De winnaar waren de verduurzamers en ik denk ook dat dat de beste partij was met het beste plan voor deze opdracht. Wij hebben als opgave gekregen, er is een bepaald budget. En voor dat budget moet de woning weer 25 jaar lang doorgeëxploiteerd kunnen worden. En daarbij is de vraag aan ons gesteld, kom met creatieve oplossingen. We hebben de daken geïsoleerd, we hebben de vloeren geïsoleerd, we hebben hang- en sluitwerk vervangen, we hebben brandwerende materialen aangebracht, we hebben vloeren, zwevende vloeren, kozijnen, schilderwerk, in de omgeving bergingen geplaatst, centrale bergingen geplaatst. Er zijn volop zonnepanelen geplaatst bovenop het dak en dat komt dan ook weer ten goede aan de labelstappen die gedaan moesten worden. En toen waren ze de voegen eruit aan het halen en die waren ze weer opnieuw aan het maken. Dus er was best wel veel lawaai hoor. 'S Morgens werd je wakker, die voegen eruit drillen, ja, dat hoor je natuurlijk, maar ja. Het is geregeld door de verduurzamers en daar hadden wij één contactpersoon. En daar kon je gewoon naartoe bellen als je je vragen had of zo. En, hoe heet zij nou toch weer? Marit volgens mij. Marit heet zij, ja. Ja, er was in het begin wel wat angst, want er stond heel wat te gebeuren. De ramen, de draaiende delen moesten vervangen worden, de vloeren. Er komen vreemde mensen in de woning. Er staan ineens allemaal mannen die de hele tijd langs je raam lopen. En ja, dat is toch wel een beetje iets wat de mensen afschrikte. Van mij en Bianca was heel duidelijk de rol dat wij aan de kant stonden van de bewoners. Daarmee stelden we ook heel veel bewoners al gelijk gerust. Wat ons uniek maakt is de combinatie van, denk ik, van de techniek met zorg voor de bewoners. Maar het isoleren van een vloer, dat is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Want we hebben de vloer aan de bovenzijde moeten isoleren. Dat betekent dat dus alle spullen van de bewoners uit de woning moesten. En vervolgens de vloer geïsoleerd is en vervolgens de spullen weer terug. Het is absoluut maatwerk. En dat komt, iedere bewoner is anders. En ja, uiteindelijk die twee dagen dat ze het gedaan hebben, ja, daar heb ik zelf geen moeite mee gehad. Want ik zat lekker in Hotel de Bastion en ik kwam terug en ze hadden het allemaal keurig gedaan. We
tijdens de aanbieding hebben ook gezegd van gechargeerd van u kunt op vakantie en uw woning wordt verbouwd. Ik vind dat de wijk er mooier op geworden is. We hebben zoveel mogelijk proberen terug te grijpen naar de oorspronkelijke situatie. En daar hebben we voor gekozen om dat schilderwerk te verwijderen van de muren en de muren weer opnieuw te voegen. En het ziet er weer uit alsof het net is opgeleverd. En ook de balkonhekken daar hebben we weer hersteld in een hekwerk wat heel erg teruggrijpt op het oorspronkelijke. Het is niet precies hetzelfde, maar het zou het wel hetzelfde kunnen zijn geweest. En ook op die wijze probeer je de samenhang weer te herstellen. Die vitale wijk, die vitale buurt, dat houdt niet op met alleen maar het aanpassen van de woningen. Dat gaat ook verder. En dat is ook te zien in de woonomgeving. Samen met de bewoners en samen met de verduurzamers hebben we gewerkt aan aanpassing van de voortuinen, van een stukje openbaar gezamenlijk groen, heggetjes, allemaal prachtig gemaakt. En daar hebben de bewoners goed aan meegeholpen. Als je dan helemaal opgeknapt hebt, dan hoor je toch wel van mensen van God, het is een stuk leuker geworden om te wonen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, je merkt altijd in tijdens zo'n project dat er veel meer samenhang is. Want de mensen hebben allemaal hetzelfde waar ze mee zitten. Sinds de komst van die vernieuwing zijn natuurlijk, ga je toch als buurtbewoners veel meer met elkaar erover hebben van God, dan en dan gaat dat en dat gebeuren. Hoe zou jij het doen? Wat vind jij daarvan? Het is ietsjes meer je eigen buurt geworden. Ja, ik vind toch, je leert de mensen toch wat beter kennen. Dus dat is wel een hele positieve zaak, ja. Nou, ik ben heel blij. Ja, ik ben echt heel blij, want we hebben nieuwe balkons. Die zijn heel mooi. En het is gewoon prettig om nieuwe ramen te hebben waar je geen condens hebt. En die allemaal met een beveiliging zijn. Dus dat is wel heel prettig. Ik voel me ook een stuk veiliger nu, moet ik zeggen. Ik heb een compleet nieuwe keuken. Ik heb een nieuw toilet. De vloeren zijn geïsoleerd. De buitenmuren zijn geïsoleerd. En het is prettig dat ze bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken hebben gedaan. Dat je wat energie terug kan winnen. Ik ben zeer benieuwd naar de eindafrekening van de NEON. Ha 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 ha!